Het lijkt soms wel of niemand er meer van staat te kijken wanneer er een medeweggebruiker door rood rijdt of een ander rustig een niet-handsfree belletje zit te plegen tijdens het rijden. Het lijkt de gewoonste zaak van de wereld geworden, ondanks de forse bekeuringen die hiervoor staan. De gevolgen kunnen echter verder strekken dan alleen een boete. Wanneer het door een dergelijke gedraging namelijk tot een ongeval komt, kan dat van invloed zijn op een eventuele uitkering van je verzekering. Op het moment dat je inderdaad niet aan de spelregels houdt die in het verkeer gelden, dan kan dat consequenties hebben voor wat een verzekeraar wel of niet vergoedt bij een aanrijding. Bijvoorbeeld bij te hard rijden. Je kunt je voorstellen een situatie waarin een bestuurder van rechts komt. Er ontstaat een aanrijding. Nou, een bestuurder komt van rechts, heeft in principe voorrang. Maar op het moment dat je veel te hard rijdt, is er ook sprake van roekloos rijgedrag. En is het ook voor de andere weggebruiker, in dit geval degene die van links komt, veel moeilijker om tijdig de situatie in te schatten en daarop te anticiperen. Nou, een andere situatie is waarin veroorzaker of slachtoffer geen autogordel heeft gedragen. Nou, het niet dragen van een autogordel op zich is geen reden om de uitkering te verlagen. Waar we wel naar kijken is het letsel wat ontstaan is, had dat geheel of gedeeltelijk voorkomen kunnen worden door het dragen van die autogordel. Stel het slachtoffer slaat met zijn hoofd tegen de vooruit. Hè? Dan kun je je voorstellen dat schade aan het hoofd waarschijnlijk er niet zo zou zijn geweest als de gordel wel was gedragen. Hè? Dus dan is een beroep op eigen schuld door de verzekeraar, denk ik, gerechtvaardigd en zou die ook in rechte overeind blijven. Zo, nou, dat stuk wat is veroorzaakt door het niet dragen van de autogordel, dat gaan we niet vergoeden. Dat is in Nederland bij wet geregeld, dat je daar dus een bepaald percentage in mindering mag brengen op het schadebedrag. Daarvan wordt dan wel gezegd van nou, dat zou tot 25% eigen schuld moeten leiden. Dat is niet een of andere wet of regel, maar een percentage wat zeg maar uit de jurisprudentie wel eens voortvloeit. Nou, daar kun je natuurlijk ruime juridische discussies over voeren en ook medische discussies. Maar die discussies zijn wel van belang als het om, laat maar zeggen, grotere schades gaat. Want dan maakt 10, 20 of 30% meer of minder vergoeding nogal wat uit. Maar mijn ziektekostenverzekering dekt toch mijn letselschade? Zo, we komen even uit bed halen. Nou, kijk, letselschade is niet alleen medische kosten. Ten aanzien van je medische kosten geldt voor je ziektekostenverzekering. En daaraan is precies bepaald welke medische kosten vergoed worden. En als je in een ziekenhuis wordt opgenomen, zal het volledig worden betaald doorgaans. Letselschade is veel meer dan medische kosten. Dat is namelijk al die andere schade die je leidt. Omdat je bijvoorbeeld niet meer zelfstandig auto kunt rijden, dus allemaal vervoerskosten krijgt. Omdat je je eigen woning niet meer kunt onderhouden, omdat je niet meer kunt werken. En daardoor je arbeidsvermogen bent aangetast, waardoor je schade leidt. Huishoudelijke hulp die je moet inschakelen, noem maar op. Kijk, al die schade, daar wordt dan nog slechts in dat geval 75% van vergoed. En hoe zit dat met alcohol in het verkeer? Stop ermee. Dank u wel. Dat is niet goed. Je zult mee moeten. Je heeft te veel gedronken. Als het blijkt dat de veroorzaker alcohol heeft gebruikt, dan heeft dat voor de partij die is aangereden, het slachtoffer, heeft dat feitelijk geen consequenties. Voor de veroorzaker echter ligt dat heel anders. Er zijn een paar hele belangrijke consequenties die daar aan vastzitten. Dat betekent in elk geval dat de schade aan de auto van de bestuurder die alcohol gebruikt heeft en de oorzaak is van het ongeluk, die schade wordt niet vergoed. Eventuele letselschade wordt ook niet vergoed. Dus je kunt je voorstellen dat dat echt een enorme impact kan hebben op iemands leven. En ten derde gaan we altijd kijken als er alcohol in het spel is. Nou, is dit incidenteel of is dit iets wat vaker is voorgekomen? Daar kijken we heel kritisch naar. En dan gaan we eventueel over tot het beëindigen van de verzekering van de bestuurder. Maar de alcoholuitsluiting kan ook betrekking hebben op de schade die het slachtoffer leidt. Dat noemen ze dan de WA-schade, de wettelijke aansprakelijkheidsschade. Dan heb je het risico dat de verzekeraar die schade moet gaan betalen aan het slachtoffer zegt: beste verzekerde, deze schade hebben wij betaald. We doen een beroep op de alcoholuitsluiting. En we hebben het recht om die schade op u te verhalen op grond van de verzekeringsovereenkomst. Want u heeft geen dekking voor die vergoedingsplicht. Ja, daar zit een stevig risico in voor, laten we zeggen, iemand die met een slok op achter het stuur plaatsneemt.